Noes is boos op mij, omdat ze vindt dat... Niet zo boos, niet zo hard schreeuwen, alsjeblieft. Ja, en ze wilde dus deze. Wil jij er niet ook een dan? Oh, jawel hoor. Ja, pak maar. Sinds Egypte. Sinds Adoek. Ja, nou ja, Noes heeft mij net vertellen dat we eigenlijk sinds Egypte al niks meer samen hebben gedaan. Wow, jouw knot zit echt heel goed trouwens. Oh, ja? Ja, ja. Ik heb, so en ik besef insecure. Me nu dat ik mijn... Ah! Sorry. Mijn oude... Mijn oude oorbellen heb ingelaten en niet die nieuwe in heb gedaan. Waardoor ik eigenlijk niet meer relevant ben. Nee, in ieder geval, good morning. Of middag. Goedemiddag. Goedemiddag en welkom weer bij deze nieuwe video. Ik en Noor gaan vandaag lekker shoppen. En we gaan eerst lunchen, want we hebben heel erg honger. Oh, ik heb hier chaos in mijn hoofd. Oké, we gaan eerst lunchen, daarna gaan we shoppen. Ik heb het een en ander nodig. Noor heeft het een en ander nodig, dus dat gaan we vandaag doen. Oké, Noor zijn even gaan zitten bij een heel cute restaurantje. Jij zit hier wel vaak, toch? Ja, ik zit hier wel eens, ja. Ik zal heusjes laten zien hoe het eruit ziet. Kijk, het is echt heel cute. En daarachter wordt het allemaal gemaakt. Kijk even hoe lekker dit is. Dankjewel. Kijk even hoe lekker. We krijgen een klein voorgerechtje. En Noor heeft lekker jus besteld. Is dit voor iets? Voor een schilderij? Ik moet straks even de naam doen. Oh, wat is dit heerlijk. Dit is dus yoghurt met fruit en een heel bananenbrood krijgen we erbij. Ik heb het echt, denk ik, in 5 minuten opgegeten. Het was zo lekker. Echt, ik trek het niet. Ik moet hier elke dag heen. Ik ga hiervoor werken. Ik heb net deze Sour Bites gekocht. Bij de Kruidvat waren ze in aanbieding. 1 euro. Maar... Oh. Zit er nou een vlek hier op? Waarom zit er een vlek? Oh, wacht. Oh, we gingen naar de Hollandse Barrett, hè? Toch? Nee, we gingen toch naar de Douglas. Je wilde hier toch vragen? Ja, maar we kunnen beter eerst even naar de Douglas. Want hier zie je, hebben ze geen crampjes, denk ik, of wel? Wat wil jij liever? Nou ja, in ieder geval, ze zijn mega zuur. Dus ik ga even eentje proeven. Oh, het is echt heel zuur, Noor. Nee. Maar ze zijn wel heel vies en zuur eigenlijk. Maar toch wil ik ze dooreten. Ik weet ook niet waarom. We gaan nu even naar de Douglas. Want Noor wil nieuwe skincare hebben. Ik heb nog nooit skincare gehad. Heb je nog nooit skincare gehad? Hoezo niet? Nou, ik sta dus in de Douglas en ik kom... deze lieve meisjes tegen. Hoe heet jullie? Silke. Silke? En Robine. En Robine. En ze wilde dus deze. Wil jij er niet ook een dan? Oh, jawel hoor. Ja, pak maar. En ze wilde dus deze... Wat is het? Van Bum Bum of zo? Ja. Ik kwam dus tegen in het Douglas. En toen hoorde ik dat ze zei van dat het te duur was. Dus nu ga ik het eventjes voor hen kopen. Neem jij de oranje? Ja. Oké, nou let's go. Krijgen jullie gewoon allebei een heel mooi cadeautje? Ja. Leuk. Zijn jullie familie? Ja. Nee. Nee, ja, soort van. Ja. Soort van, maar niet helemaal. Nee, ze zijn een soort online familietje. Oh, wat leuk. Op mijn haar, over mijn hele broek, hele broek. Wat erg! En ik had toen ook al een wijntje en een biertje over in het leven laten vallen. En toen heb ik nog een cola over in het leven laten vallen. Oh, wat verschrikkelijk! Maar dan, na de eerste keer weet je al, dit gaat nog een keer gebeuren. Zo, alsjeblieft naar huis gaan? Ik moet echt batterijen kopen. Batterijen kopen? Waar wil je dat gaan halen weet dan? Waar wil je dat waar gaan halen? Batterijen kopen? Weet ik niet. Weet ik niet. Ik ben zo omgekocht door die vrouw. Ik heb 100 euro aan skincare betaald net. Wij zijn zulke erge people pleaser. Ze was zo aardig. Ja, dan ga je kopen hè. Kijk, als ik nou lange armen had gehad, waren mijn vlogs zoveel leuker geweest. Moet ik hem maken? Nee, je hoeft nu niet te flexen met jouw lange armen.
Dit is een oplaadbare. Oh, dus ze zijn nog niet opgeladen, zeg maar. Nee. Heb je die andere, die witte moet je hebben. Die zit ook goedkoper. Nou. Dit is echt een voor de... Oh, dank je dat je het zei. Dan komen we uit op 2 euro's. Ja. Zou ik eens even terugleggen? Ja. Nou, Noord haar batterijen. Dan kan ik eindelijk naar de wc. Oeh, zo, maar ik heb allemaal leuke dingetjes erbij gekregen. Oh, leuk joh. We zitten weer in de auto. Echt, het waren zulke leuke, lieve meisjes in de doeklas. Ik heb geen... De oplader is op. Maar hij filmt nog wel, toch? Ja. Noors is boos op mij, omdat ze vindt dat... Niet zo boos, niet zo hard schreeuwen, alsjeblieft. Omdat ze vindt dat, dat ik haar te veel opdring. Ja, sorry, maar ik ben gewoon echt de plek ongesteld geworden. Ik had mega veel opvliegers de hele tijd. Als jij dat zou hebben, zou je ook niet lang in de winkel willen blijven, dat hoor. Dat dus niet. Nou, oké. Okay. Dan zijn we daar. Zijn we daar anders in? Dan zijn we er anders in. Meningsverschil. Ik ben mijn video aan het editen en ik kwam er dus achter dat ik helemaal het verhaal over die meisjes in de doeklas niet heb verteld. Dus dat zou ik nu even... Potverdorie! Dat zou ik nu eventjes doen. Wacht, laat ik deze camera hier neerzetten. Come on, blijf staan. Alsjeblieft. Doe het voor mij. Oh! Waarom werkt dit nooit? Blijf staan nou. Ja, oké, ik heb nog maar 1 minuut om te filmen. Ik ga het ook even snel vertellen. Ja, nou, hier hangt ook altijd iets te drogen wat gewoon afgrijzelijk is. In ieder geval, ik was in de doeklas en ik was met Noor. En er kwamen 2 meiden naar me toe, omdat ze me kenden van TikTok. En was superleuk, superlief. En zeiden helemaal van, ik hou echt van jou. Dat vind ik zo lief. Ik hou ook echt van hun. Ik vond hun echt... Zo lief en zo cute en het was gewoon helemaal leuk. Dus toen hadden we even met elkaar gepraat en even wat foto's gemaakt. En toen gingen we allemaal gewoon weer onze eigen gang. En Noor kreeg de hele tijd advies over skincare. Dus we liepen even met zo'n vrouw mee. En op een gegeven moment stonden we ergens en ik heb nog maar 0 minuten. En die meiden stonden zeg maar aan de zijkant van ons. En toen hoorde ik, want ik verveelde me dood bij dat skincare uitleg van Noor. Hoorde ik dat ene meisje, volgens mij heet ze Silke, dat zij zo'n pakket in haar handen had. Zo'n Bum Bum pakket. En ze zei van, ja maar dit is echt te duur, dan kan ik het niet kopen. En ik dacht... Ik weet niet, ik vind giveaways zo leuk om te doen... Maar ik kan tijdens een giveaway, als ik het op TikTok doe of op YouTube doe, nooit echt de reactie van iemand zien. En toen dacht ik zelf, ik ga dit doen. Ik ga dit gewoon voor haar kopen. Ik wil dat gewoon. Ik wil gewoon haar big sister, best friend. Ik wil dat gewoon zijn. Als zij het niet kan betalen, betaal ik dat voor haar. Wij zijn één. Dus toen ben ik naartoe gelopen en toen zei ik tegen haar van, hoe duur is dat dan? Dus had ze verteld hoe duur het was en toen ging ik het voor haar kopen. En toen